Een hele goede morgen. Ja, ja. Hé, hey, hallo meisje. Nee? Danny. Als eerste een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Het is 19 juni en het is 10:24. Ja, ja. En Rebecca die is voor mij al boven bezig. Ik ga zo meteen hier even bezig. Ik ga een vlog eventjes naar YouTube brengen. En ik zal met een andere vlog aan de gang vandaag. Want ik loop dus een beetje achter doordat ik ook zondag weg ben geweest. En dat er gisteren even een heel klein foutje was. Dus ja. Maar we gaan vrolijk verder. Ja hoor. En het is weer een trieste dag. Het is weer grijs. Ja. En er zijn mensen die op YouTube zitten. Die zijn een beetje aan de brutale kant. Ja. Vooral uitgescholden door alles en nog wat. Nou, ze bekijken het maar. En ik moest mijn gebed in doen. Ja, hallo. Ik ben ik. Kom zeg. En ik slis niet. Nee. En ik ben verder netjes gekleed. En ik kan niet met een gebit overweg, want daar stik ik in. Ja, als het ondergebit steeds loslaat, dan draait het ding om. Ik heb hem in mijn keel hangen. Dat wil je niet hebben. Nee. Kan ik wel weer geopereerd worden, maar dan moet ik 2 operaties doen. Dat is het uit mijn bovenbeen halen. Zetten ze het in mijn onderkaak, want die is te dun. Dat moet dan genezen. Dan gaan ze weer heen. Maken ze het weer open. Maar voor boutjes, moeitjes, plugjes. Ik zeg altijd André van Duin's liedje. En dan moet dat weer genezen. En dan maken ze mijn gebit daarop passend. Maar dat werkt bij mij niet. Weer een operatie. Aangezien dat ik 1 keer mee heb gemaakt dat ik niet uit de narcose kon komen. Ben ik er heel slecht uitgekomen. Ja, was het toen bijna niet meer geweest. Nou, dat wil je ook niet. Dus ik heb gezegd, aan mijn lijf geen polonaise meer. Ik wil het niet. Men neemt mij maar zoals ik ben. Zo niet, heb ik geen probleem. Maar hun hebben een probleem. En dan kijken ze toch op een ander kanaal. Ze hoeven niet bij mij te blijven te stoppen. Nee. Laten ze dan opstouten. Ja hoor. Ik ben netjes en beleefd naar een ander toe. Dan verwacht ik dat van hun ook. Zo niet, dan krijg ze lik voor stuk terug. Want niemand is perfect. Maar hun zeker niet. Vooral als ze dat zo doen tegen een ander. Heb respect voor een ander. Maar dat hebben ze ook niet. Nee, ik ben daar echt heel erg boos om. Niet om jullie vrienden, maar wel om die vreemde lui die dan bij je komen kijken. Ja, hè, schat? Zou ik ook zeggen. Ja. Hé? Vrouwtjes, prinses. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Geniet van elkaar. Wees lief voor elkaar. Ja, en ook diegene die mij dus weer uitschelde en dat ik mijn gebit erin moet hebben. Kijk eerst naar jezelf. Kijk maar in een spiegel. Dan zie je jezelf en vraag je dan eens af, ben ik zelf al zo perfect? Nee, niemand is perfect. En jij zeker. Ze zeggen, lieve vrienden, doei doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer tegen 7:30. Ik heb de hele dag bijna niet gevlogd. 1 keer. En dat was vanochtend. Ja. Geen tijd verder gehad. Druk gehad. Ik had mijn hondje gezegd dat hij moest eten. Maar hij gaat op mijn plek leggen. Terwijl ik daar moet zitten, want ik heb mijn eten ook al klaar staan. Ja. Dat meneertje. Hey. Kom, daar, happy doen. Ja, happy doen. Happy doen. Goed zo. Vrouwtje wilt ook gaan eten. Mijn koffie gelijk even mee. Ja. En ik heb een lekker eitje. Ik had niet zoveel zin in eten. Ik heb het druk gehad. Zo op Facebook weer een heleboel
te horen gekregen, dus we krijgen het nog drukker dan we al hebben. Maar dat wordt wel goed geregeld allemaal. Maar dat komt allemaal goed. Ja, dat... Ik ga nu lekker een hapje eten en ik zeg tot straks. Het is donker. Ja, ik heb de verkeerde camera gepakt. Ik denk, ik ken nog wel even. Ja. Hé, meisje, toch? Ja, lieve vrienden, het is alweer 9:55 op die klok. We zullen hier even zien. Ja, 21:58, zegt mijn pg. Ja, en mijn hondje ligt hier. Hé, hey, ja nou. Het is mijn kontje. Nou, en Mitchell die is net heel even geweest, want die heeft de grijze container even voor hem bij de weg gezet. Maar hij is ook weer gauw weggegaan, omdat hij, naar zijn zeggen, moe was. Hoezo moe? Zo'n jonge vent. Zo'n jonge gast. Hé? Moe. Omdat hij vanochtend om 6:00 al uit bed was, omdat hij werken moet. Ja, en? Mijn hemel, ik heb een hele lange drukke week achter de boeg, overal vliegen, dit doen, dat doen, met weekend. Ik ben ook moe, maar ik ben nog wakker, ik ben er nog uit en al. Ik ga eventjes hier een lichtje aan toveren. Zo, ook een lichtje aan. Ja. En dat was mijn horloge. Maar ja, komt allemaal goed. Ik ga een lekker bakje koffie maken voor mezelf. Want ja, hij is dus alweer weggegaan. Hij wou geen koffie, hij was te moe. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik neem er ook een koekje bij. Ja, ik wel. Mag. Ik heb mijn best gedaan. Dus. Even een appelkoekje. Lekker. Zo. Hup. Voilà. Nou, en dan ga ik mijn koffie even wegbrengen naar de voorkamer. Had ik jullie die snuffelmat al laten zien? Ik heb dus een snuffelmat van Karin gehad. En dat is... Ja, ik heb hem al gewassen hoor, want... Kijk. Is hij niet leuk van kleurtjes? Ik vind hem helemaal top. Maar mijn zwart-witte poezenbeestje, die had hem eventjes ondergesproeid, ja, want ze vond hem niet lekker ruiken. Ze dacht, dat is ons geurtje niet. Maar ik vond het ook weer niet leuk, dus hij is al in de wasmachine geweest. Ja, ik heb hem al gewassen en al. Oh, oh. Nou, dat moet hij wel willen. Ik zet jullie even neer, want zo wil het niet. Is zo. Nou wil het wel. Nou, leg die daar. En dan komt pas op de grond als ik wat in doe. Maar ik moet eerst even voor meneer Jodokus weer wat halen. Want het is op. Hé, kerel? En dan leg ik het op de grond. Maar zodra die kleine zwart-witte monstertje binnen is, dan gaat hij van de grond af. Want ja. Dat wil ik niet hoor, dat ze dat onder plas. Nee, vind ik vies. Ja, het is niet echt plassen, ze sproeit weer. En mijn dochter Karin die zei dus, dan is ze niet goed geholpen vroeger. Want ze is wel geholpen, maar zo nu en dan heeft ze gewoon haar kuren. En daar kan ik ook niks aan doen, nee. Maar het komt wel goed hoor. Maar in ieder geval lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. Ik kom later op de avond nog wel weer even terug. Doei! Hondje van mij. Mijn lieve hondje van mij. Mijn lieve hondje van mij. Ja, ja. En zo lief, hè. Och, wat je dikke doos. Joh, wat lekker, wat lekker, wat lekker, hè. Ja. Ga zo naar bedje toe, hè, mooi. Ja. En ik word hier opgegeten door de muggen. Is ook niet zo fijn. Nee. Ja, lieve mensen, lieve vrienden, lieve allemaal. Ja.
Ook al word ik uitgescholden op YouTube voor oud wijven, dat ik mijn tanden erin moet doen of wat dan ook. Ze moeten eens een keer naar hunzelf kijken. Ja, zijn ze zelf wel zo perfect? Nee hè, man. Nee hè. Nee. Die zijn juist niet zo perfect. Degene die een ander uit gaat schelden voor alles wat lelijk is, zijn niet perfect. Nee, die moeten hun schamen. Die zijn misschien van buiten mooi, maar van binnen ook zo lelijk. Ja. Nou, ik ben liever van buiten lelijk en van binnen mooi. Ja, dat is wat veel en veel meer telt, hè, kereltje. Ja, lieve vrienden, zo is het leven nu eenmaal. Nemen en geven, liefde en leed. Ja, en daar behoort dit kennelijk bij. En het zal wel de jongere garde wezen. Maar dat boeit mij niet, hè, nee. Ze bekijken het maar. En ik doe wat ik wil en ik doe wat ik leuk vind. En zolang ik daar een ander niet mee beschadig, wat hun dus wel doen, trek ik me er lekker niks van aan. Zolang ik mijn vrienden maar heb en zolang mijn vrienden het leuk vinden met hetgeen wat ik doe, ja, dan hebben hun pech. Dus we gaan gewoon door waar we mee bezig zijn. Ja, ik draai de camera niet om. Want ja, het licht brandt en dat weten jullie het wel. Blijf lekker een mooi tegen toe. Verder is alles al boven, ja. En er zit de videopad, die staat ook weer aan te werken. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterust allemaal. Lekker slapen. Goede nacht, rust. Met God zegen en tot aan de andere kant van de nacht. Ze zeggen tot later. Doei doei.